Antwerpen is een koppositie kwijt, toch wat het grootste fileleed betreft. Brussel kreeg vorig jaar het meeste aantal verkeersopstoppingen te slikken, zo blijkt. Het is echter niet zo dat de Antwerpse ring tijdens de spitsuren geen files meer telt, maar er is lichte beterschap. Een mogelijke oorzaak zou het feit kunnen zijn dat het aantal vrachtwagens in Vlaanderen gemiddeld op onze wegen met 1,4% gedaald is. En we weten ook dat de veraldering Antwerpen heel veel vrachtwagens moet slikken elke dag. Dus mogelijkerwijze heeft dat er een beetje mee te maken. Ook de nieuwe spitsstrook op de E313 tussen de Antwerpse ring en Ranst heeft een positief effect. Door de extra wegcapaciteit is daar een vlottere doorstroming en zijn de files met bijna een uur per dag afgenomen. Het is het eerste jaar dat de spitsstrook mee in de verkeersindicatoren opgenomen is. En we zien dus echt wel een duidelijk effect. We zien dat de totale filezwaarte met ongeveer een uur per dag minder wordt. Dat is het doel ook dat we wilden halen. We zien ook dat het sluipverkeer dat er vroeger was en dat dan de oprit Wommelgem nam, dat dat sluipverkeer fel afgenomen is, dat men terug de juiste weg neemt en dat de mensen gewoon s'avonds sneller thuis geraken. Er komt dit jaar nog een nieuwe spitsstrook bij, langs de Antwerpse ring. Die komt op de E19 te liggen, helemaal tot in Sint-Job in het Goor. Na de zomer starten de werkzaamheden.